Je moet eigenlijk een kratje hebben om. Ja, ik kan ook een beetje. Moet je niet omdraaien dan? Het loopt zo. Ja, kijk, daar zie je. Dat we deze in ieder geval hebben. Ja. We staan hier samen met André Hielkert, voorzitter van de Stichting AVK. André, welkom bij het AVK 2012 weer. Dankjewel. Schijn jouw licht eens eventjes over de komende wedstrijden die je hier op het sportpark gaat zien. Schijn mijn licht. Nou, laat ik het een beetje algemeen houden. Want ik mag geen favoriete rol meer uitspreken. Maar ik moet wel zo meteen bij de wedstrijd van 2:30 kijken. Ik hoop in ieder geval dat het mooie wedstrijden worden. Vooral voor de toeschouwers. Maar ook wedstrijden worden voor de team zelf. Want zoals we allemaal weten, heeft dit alles te maken ook met de voorbereiding voor de competitie. Dus het is ook voor de verenigingen en de teams zelf van belang dat ze deze week in ieder geval die twee wedstrijden die iedereen gaat spelen. Iets kunnen laten zien waar ze wat aan hebben voor hun competitie. En wat is nou precies de rol van de Stichting AVK in dit geheel? Kan je dat uitleggen aan de kijkers thuis? Ja, nou, we zien wel even dat het steeds breder wordt. Basis was eigenlijk gewoon om het Amersfoort voetbalkampioenschap weer een nieuw leven in te blazen. Dat was voor een jaar of 5 geleden eigenlijk een beetje ingedut tot een oneerbiedig een biertoernooitje op de laatste zaterdag van de maand mei bijvoorbeeld. En we hebben dat nu weer teruggebracht naar eigenlijk de aanvang van het seizoen. Zodat we iedereen weer scherp kunnen krijgen, selecties nog niet helemaal uitgekoud zijn, dat iedereen ervoor wil gaan. En dat is in eerste instantie de opzet geweest voor het AVK. Maar je ziet nu wel dat er steeds meer andere activiteiten onder geplaatst worden. Die ook meer breed maatschappelijk, althans voor Amersfoort, interessant kunnen zijn. Dus de Stichting AVK doet eigenlijk veel meer dan puur dit toernooitje aan zich. Ja, dat is, het is natuurlijk heel erg belangrijk. Want zolang dit goed loopt, kun je ook allerlei andere dingen en andere zaken meetrekken in dit hele gebeuren. Maar denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk. Kan plaatsvinden bij de voetbalvereniging. Dat is weer binding, dat zijn weer nieuwe leden en dat is weer toekomst voor misschien een aantal verenigingen in Amersfoort. Maar de hoofdmoot blijft lekkere voetbalpotjes kijken en dat gaan we zo meteen doen. Absoluut, voetbal prio uno en dat de beste mogen winnen.